Yes, yes mensen, welkom bij een nieuwe video. Allereerst wil ik jullie allemaal weer bedanken voor het kijken, liken, abonneren, delen en noem maar op. Vandaag ben ik onderweg naar Rens. Rens speelt bij de onder 12 van FC Twente. Je kent hem wel, die ene jongen met één wens en dat is... Jawel, wens. Ik ben eigenlijk al bijna bij Rens. Ik ga hem nu ophalen. En dan gaat Rens jullie eigenlijk meenemen naar een wedstrijddag. En dan kunnen jullie zien ja, hoe het eruit ziet bij een spelertje van FC Twente. Die er hard voor werkt, alles voor doet om ooit zijn droom te halen. Ik zeg tot zo, tjo. Yes mensen, en naast mij zit Rens. Ik heb hem opgehaald. Hoe is het, vriend? Goed hoor. Ja? Zeker. Hey Rens, we gaan vandaag... Hebben we een wedstrijd. We hebben een wedstrijdje, hè? Tegen ja, wie? Tegen Sparta. Rensie! Dat gaat zomaar rijden, of niet? Is helemaal goed. Helemaal goed. Lijkt me handig. Goed. Ja, of wil je rijden? Oh nee, dat hoeft nog niet. Dat mag niet, zegt hij. Kijk, ik zal even naar mama zwaaien. Kijk, dan gaat mama ook weg. Kijk, doei. Vertel je de mensen eens waar we eerst heen gaan dan? We gaan nu eerst naar Nigel ophalen. Want ik rijd altijd met Nigel samen. Rijd dan omste beurt, rijdt mijn moeder. Dan rijdt Nigel's moeder of vader. En dan gaan we dat nu ook eerst doen. En daarna moesten we nog... materiaal ophalen bij Hengelo. Ik was weer wat vergeten. Altijd, altijd dezelfde. Naam? Rens. Leeftijd? Ik ben 12 jaar. Favoriete positie? Middenvelder. Favoriete voetballer? Messi. Links of rechtsbenig? Rechts. Op de bank beginnen, invallen en scoren? Of in de basis beginnen en helemaal niks doen? Op de bank beginnen en scoren. Oei. Ja, maar als je... Het ligt eraan als je niks doet, wat bedoel je met niks? Ja, geen goal, geen assist. Ja, maar als je wel goed speelt dan. Ja, nee, dat kan wel. Ja, dan wil ik liever beginnen, denk ik. Ja, ja? Ah, dat is een moeilijke, hè? Ligt ook aan welke wedstrijd of zo. Ja. Lastig. Dat is een lastig vraagje. Ja. Lastig. We kunnen altijd trainer Brian gaan bellen, hè? Dan zeg ik meteen even dat je op de bank begint. Nee, dat hoeft niet. Nee, ik doe wel basis. Wel gewoon een basis, hè? Ja. Je moet even zeggen wanneer ik links of rechts moet, hè? Ja, nog een stukje rechtdoor rijden. Een stukje rechtdoor, is goed, baas. Oké, links. Hey, maar Rens, hoe ziet zo'n dag, een week voor jou eruit dan? Ja, best wel drukke week. Ja? Ja. Vertel eens, wat doe je? Je wordt wakker en dan? Laten we zeggen een maandag. Nou, maandag word ik wakker. Ja. Ik ben meestal best wel vroeg wakker, maar op maandag ben ik 7:15 wakker, zoiets. Ja. En dan moet ik om 7:45 pakken de fiets. En dan ga ik naar school. Heb ik eerst gym. Dus tot 9:15. En dan gaan we weer naar school. En hebben we gewoon les. En dan kom ik om 12 uur thuis. En heeft mijn moeder het eten klaar. Ja. Of dan moet ik zelf een marathon doen. Dus. En dan moet ik weer om 1:00 moet ik weer naar school. Ja. En dan ben ik om 3:00 vrij. Ja. En dan ga ik naar de voetbal. Moet ik best wel opschieten. Ja, want we trainen om 4:30 al, dus je moet 4 uur in Enschede zijn. Ja, en dan moeten we een auto nog ophalen, 1/2 uur rijden, zoiets. Met iets vertraging, met file, ja. Ook nog, en dan gaan we trainen. En nu dan wedstrijd. Ja, vandaag een wedstrijdje. En, dus, en dan heb je getraind, en hoe laat ben je meestal s'avonds weer thuis? Dat is soms, meestal 7:15, 7:00, zoiets. Ben je dan ook moe of valt nog mee, of kun je nog een beetje gamen? Ah nee, gamen. Ik game niet zoveel. Game je niet? Ja, je wel iets, maar niet. Wacht even, dit is heel goed. Jij game niet, maar jij speelt. Of jij speelt niet, jij voetbalt op straat of niet? Soms. Wat doe je dan? Televisie kijken soms. Ja? Nou, ook wel soms. Lekker chill op de bank. Ja. En als op jouw trainingsdagen of wedstrijddagen, hè, als dan jouw vrienden een keer leuk gaan zwemmen, is er wel eens dat je dan niet mee kan? Ja, dat is. Ja, maar meestal kan ik dat wel combineren. Dat lukt wel. Ja? Dus het is niet zo dat als zij lekker gaat zwemmen dat je keihard moet trainen? Nee, heel soms. Ja. Maar dat valt wel mee. Kan wel. Wat vinden jouw vrienden van dat je bij Twente speelt? Ja, dat vinden ze leuk. Ja, wat zegt ze dan? Waar moet je? Ja, hier naar rechts. Hier naar rechts. Ja, dat vinden ze leuk en willen ze denk ik ook wel. Ja. Ja, willen ze zelf ook wel bij Twente voetballen? Ja. Waar ben jij eigenlijk gescout? Ik zat bij de Zweef. Ja. Toen heb ik nog voetbal Eagles gedaan, ik weet niet of je dat kent. We hebben laatst ook nog... Ja, voetbalschool is dat, hè? Ja, ja. En ja. Nog Twente University. Oké. Okay. Dus, en toen werd ik gescout, ik weet niet, toen op mijn... Volgens mij was dat mijn 10e, of begin 9. Ze hebben jouw talent al vroeg ontdekt, hè? Ja. En wat zijn jouw sterke punten, jouw kwaliteiten? Ik denk de dribbel. Ja. Dribbel en aanname misschien wel. Ja. Dat zijn een beetje...
En weet je, dan kun je ook lekker kort wegdraaien bij je tegenstanders, ja, of niet? Ja, jawel. Dat is wel een sterke punt voor jou, hè? Ja. Lekker warm, Rens. Ja. Je kon ook wel Tom heten. Hoe? Tom Tom? Ah, scherp! Ja, nou. Scherp! Ik ken alleen een beetje hoe naar Nigel rijmen meer. Ja, maar Rens, als jij geen profvoetballer wordt, wat zou je dan willen worden? Nou, best wel raar, maar ik was laatst bij het Dolfinarium. Ja. En daar was er zo iemand die ging zwemmen met dolfijnen. Oké. Okay. Oh, dat leek mij ook wel vet. Oké, okay, maar dat is toch niet raar? Ja, maar daar is er ook maar één iemand die dat doet. Maar dat is op zich ook wel leuk. Wel iets met sport eigenlijk wel. Kijk hem. We zijn bij Nigel. Groenewald, vriend. Zeker. Ik heb je al begin van het seizoen had ik jou iets beloofd, hè? Ja, zeker. Wat was dat dan? Mij promoten. Nigel, je hebt 10 seconden om jezelf even goed te promoten, vriend. Abonneer zeker even op Nigel Games. Nigel Games. Zullen we even een linkje in de beschrijving doen of niet? Ja, zeker. Kijk. En abonneer. Dit is Nigel. Zullen we trainer Brian eens bellen? Ja, is goed. Ja? Zullen we even kijken of hij opneemt? Ja! Yo! 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 Hoe is dat, grap? Jongen. Hé, ze hadden een vraagje voor jou. Wat dan? Of ze in de basis staan of niet? Nee, allebei niet. Nou, dan gaan we nu weer terug, of niet? Ja, we gaan terug. Ajus, hè? Doei! Jongen! Hij hangt gewoon zelf op, hè? Trainer flasht ons gewoon, hè? Jongens, daar komt die Panamera speciaal voor Rens. Hey, waar zijn jouw fans? Thuis. Stekken voor de Panamera, stekken, want jouw hoofd moet beta pen. Rens, wat is je favoriete vak op school? Gym. Gym, ja, verrassend. Nigel? Buitenspelen. Dat is geen vak. Dat is geen vak, staat Nigel. Nee, is geen vak. Ja, als op bord staat, keur ik hem goed, Nigel. Nigel, krijg je er een cijfer voor? Ja, voor je gedrag kreeg ik wel een cijfer, hoor. En wat voor cijfer kreeg hij? Matig. Sterk. Ik geloof hem niet, maar... Nee. Hey boys, we zijn aangekomen, hè? Ja. Vlak voor zo'n wedstrijd. Zijn jullie dan zenuwachtig? Nee. Wat gaat er dan in je hoofdje om? Of denk je van gewoon lekker voetballen? Gewoon lekker voetballen, ja. Plezier maken. Acties, dribbles. Ja. En dan komt alles wel goed, hè? Zeker. We zijn aangekomen... Ja! Bij de club. Nigel zei, ciao, maar ik moet vloggen, ja. Het is niet zo. De bordjes moeten het zware werk doen. We gaan zo meteen. We hebben kleedkamer 10 hebben we te horen gekregen, dankjewel. Dus daar gaan we nu even ons team laten zien. Gaan we even kijken of ze er zin in hebben. Dus. Nou, tot zo. Ciao. Absoluut. We gaan 30 minuten spelen. Dus dat betekent dat iedereen minimaal 3 kwartier speelt of een uurtje. Wat hebben we gisteren getraind? Even kijken over de flank. Rens? Nou, dat de 8 komt dan in die ruimte van 7 naar rechts. Ja. En dan kan de 7 diep of... Ja, die kan binnen. Of die kan iets op de binnenkant spelen. Ja, dan wordt het daar met 20-1. Ja. Warming up zit er bijna op. De wedstrijd gaat zo beginnen. Rens is aan het afwerken nog. Focus voor de wedstrijd. Oeh, goede redding. Rens, wat gevoel heb je? Goed. Ja, lekker warm ook gehad. Zeker. Ja, nu lekker gaan knallen. Ja. Oh, succes, jongen. Ja, dank je. Oké, mannen. Een tijdje geleden 11 tegen 11. Belangrijk is dat je vanuit je taak speelt. Je bent verantwoordelijk voor degene voor je. Dus durf ook te communiceren met elkaar. Dus dat je met elkaar praat en dat je elkaar gaat helpen door elkaar neer te zetten. En dan met elkaar, hè?
de eerste helft was niet zo goed. Nee. Dus dan moeten we pakken. En nu zijn ze bezig met de tweede helft. Dus ja, dat is het eigenlijk. Goed feint, jongen. Leerkruis. Rens, ik zeg een paar lekkere steekpases, vriend, de tweede helft. Ja. En ging het beter dan de eerste helft, of niet? Zeker, veel beter. En nu, wat ga je nou doen? Douchen. Nu even eerst douchen. Verrekening nog even, denk ik. Nou, tot straks, vriend. Ja. Hoe kun je nou de 1 tegen 1 nog groter maken, Rens Blankenvoort? Voor mijzelf? Ja, als nummer 10. Door nu dan... Iets naar onder. Ja. De biggie mannetjes doen dit eventjes. De biggie mannetjes doen dit eventjes. De wedstrijd zit erop. We zitten alweer in de auto. Rens, vriend, hoe vond je het gaan? Niet zo goed. Nee, waarom vond je het niet zo goed? Niet echt. Ik speelde gewoon niet. Niet zoals we normaal spelen. Nee? Nee. Dus, en hoe spelen we normaal dan? Spelen we tiki-taka Barca, hè? Ja, en nu niet. Die waren een beetje slordig. Ja, maar ja. Maar was de tweede helft beter dan de eerste helft? Ja, zeker. Zeker. Ja. De tweede helft kwamen met 4-1 achter. We hebben toch nog 4-4 van gemaakt, dus dat was wel netjes. Ja. En jammer dat we net niet de 5-4 maakten. Nou jongens, na zo'n wedstrijd, wat gebeurt er dan, Rens? Dan zit je in de auto met je ouders en dan? Dan gaan we naar huis, even nabespreken. Ja, praat je met je vader ook zo even in de auto over de wedstrijd nog? Ja, ja. Ja? Ja, heeft hij een beetje verstand van nee, voetbal? Nee, maar dat maakt niet uit. Onder de vragen. Wat voor vragen stellen ze jullie dan? Ja, hele gekke. Ja. Hoe was de training en wat heb je allemaal? Alles. Alles vragen ze je? Ja. Oké. Okay. Nou Rens, het is 8:00 s'avonds. Ja. Het is een lange dag, hè? Ja, best zeker. Dus voor degenen die denken, ach, je voetbal lekker maar bij Twente. Ja, nee, het is lang. Goed werken. Hard werken. Is hard werken, hè? Ja. Nou, wat gaan we doen? We gaan mij afleveren. We gaan je afleveren? Ja. Moet ik er nog een zegeltje op plakken of niet? Ja, dat lijkt me een goed plan. Jongens, dit was Rens Blankenvoort. Rens, de jongen met heel veel fans. En hij is wel een klein beetje Twents. Ja. Rens, hoe sluiten we hem af? Ja, dan hoop dat jullie allemaal kijken en ciao. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Doe een blauw duimpje omhoog ook nog. En ciao. Ciao.